Hallo iedereen, ik zie dat we live zijn. Ik zie al 11 kijkers. Kan iedereen mij horen en zien? Je mocht dat laten weten in een chatbox, dan weet ik ook ineens of dat een chatbox werkt. En dan kan ik ineens zien of dat alles in orde is en of dat we nog iets moeten doen, hè? Nathalie zegt alles is ok. Ellen zegt hoi, leuk. Dat begint al goed. En voor de rest is ook alles in orde. Iedereen heeft goed geluid, goede wifi, goed beeld. Dat is allemaal heel gemakkelijk om te weten voor ons. Hij weet ook ineens dat de kwaliteit wat goed zit. Goedenavond trouwens. En dan gaan we een paar minuutjes de tijd nemen. Ik zie alles. Voilà. Perfect. Dus dat is heel goed. Ik ga een paar minuutjes geven aan iedereen, zodat iedereen wat kan binnenstromen. En dan gaan we er zo dadelijk aan beginnen, hè. Want het wordt een superleuke avond. Jullie gaan alles te weten komen over de jaaropleiding. En over mij en Rief. Jullie gaan mij ons leren kennen. We gaan onszelf voorstellen. En we beginnen sowieso met de PowerPoint erbij, met alle praktische zaken. En nadien gaan we nog een paar leuke dingen vertellen, zodat jullie al de smaak te pakken krijgen en super geïnteresseerd en verzadigd de avond kunnen eindigen. Valse. Oké, ik denk dat we al redelijk wat kijkers hebben, dus dat is leuk. Ik ga beginnen met mezelf voor te stellen. Ik ben Isabel. Ik ben momenteel 26 en ik heb Horseman's Compass als bedrijf, waarbij dat ik instructeur ben in Balanced Horsemanship. En ik heb zelf een hele weg afgelegd met mijn paard, waardoor dat Horseman's Compass eigenlijk ontstaan is. Het paard waarmee dat ik rijd is Candy. Dat is een bonte tinkermix met Haflinger Arabier. Dat is Loco in Arococo, hè, terwijl dat ze dat zeggen. En dat is, voor mij is dat paard echt een ultieme uitdaging geweest. Heel veel trek- en sleurwerk, waardoor dat je op zoek gaat naar andere manieren om daarmee om te gaan. Ik heb daar ooit eens op mijn buik achter gehangen en ik dacht, nu is het genoeg geweest, hè. En dan ga je op zoek. En dan kom je op een instructeuropleiding die dat ik samen met Rief gevolgd heb. En die dat eigenlijk heel mijn wereld veranderd heeft. Helemaal. En dat is nu ook wat dat wij voor jullie willen doen. Dan ga ik ineens Rief ook eens haar verhaaltje laten doen. En dan kan zij de rest inleiden. En dan gaat het mij straks nog wel terugzien als ik mijn stukje mag verder vertellen. Rief, nu zien de mensen u. Alright, hoi hoi, goedenavond allemaal. Ik ben dus Rif en zoals Isabel zei, hebben wij inderdaad samen de jaaropleiding gevolgd bij Horseman's Paradise en zijn we alle twee samen afgestudeerd als instructeur. Ik zit al heel mijn leven in de paarden, we hebben thuis altijd paarden gehad, maar vroeger. Ik vond dat wel fijn, maar ik vond dat zo niet echt helemaal mijn draai in. Ik vond zo vooral dat rijden in een pist en zo wat rondjes tjoeken, ik vond dat niet altijd heel interessant. En ik wou vooral zonder zadel rijden en recht staan op mijn paard en in de bossen gaan crossen en zo van die dingen. Maar ik vond daar zo niet direct mijn weg in. En dan ben ik, mijn eerste grote paard was een Shire. Ik was redelijk klein en mijn paard was redelijk groot. En dat was niet zo'n hele goede combinatie. Die was op zich niet stout, hè, maar die was niet zo heel gemotiveerd. We gaan het zelfs nog hebben over verschillende paardenkarakters. Daar zitten we ook tussen. En dat was een beetje moeilijk, die communicatie. En dan had mijn hoefsmid dat ik toen had, had iets verteld over natural horsemanship. En dat klonk allemaal wel interessant. En ik dacht, oh, ik ga zo een keer een les pakken ze. En na mijn eerste les was ik echt helemaal vertrokken. En toen heb ik gezegd, kom, dat wil ik ook doen, instructeur worden. Ik ga een opleiding volgen. En dan was dat ook rijden op zit en werken in vrijheid. En er ging echt zo'n hele wereld voor mij open. En dat was echt 100% mijn ding. En daarom heb ik daar nu ook mijn job van gemaakt, zodat ik andere mensen ook kan laten zien wat er allemaal mogelijk is, wat dat je allemaal kunt bereiken met je paard en hoe fijn dat dat kan zijn. En dat dat niet moet met schrik en onzekerheid en dingen uit de hand lopen en gevaarlijk worden en
dat je niet altijd stress moet krijgen als je paard moet verplaatsen of ergens naartoe moet gaan, maar dat het allemaal leuk en harmonieus kan zijn. Ik heb mijn jaaropleiding ook gedaan met mijn springpaard, met Funke, mijn Rosse. Je zult het wel hebben gezien als je mijn Facebook volgt. En die was super bang. Die had echt schrik van alles. Alles wat bewoog, alles wat niet bewoog. Verschoot voor het minste. Was ook helemaal uit balans. Dus die ging nog altijd sneller en sneller en sneller. En in galop was daar op den duur. Moest je er gaan aanhangen. Kon er eigenlijk niks meer mee aanvangen. Want dat was van hopen dat we hem terug rustig krijgen. En dat we goed blijven zitten. Maar dat was allemaal niet zo ontspannend. En dankzij de jaaropleiding heb ik veel beter kunnen leren zien van waar dat gedrag komt en hoe dat ik daar best mee omga. En nu kan ik een galopperen op nekroop, dus dat is wel een mooie vooruitgang. Dat zijn echt dingen die ik vroeger nooit voor mogelijk had gehouden. En ik hoop dat wij jullie ook eventueel in de jaaropleiding kunnen helpen om jullie dromen te verwezenlijken, hoe ver weg of hoe moeilijk en onrealistisch dat die op deze moment er ook nog uitzien. Als er iemand vragen heeft voor ons, mocht je dat ook altijd even in de chat smijten. Allee. Korte, anders gaat het heel lang duren. Maar je mocht ook altijd achteraf persoonlijk nog iets sturen naar mij of Isabel als je bepaalde vragen hebt. Maar als je met prangende vragen zit nu, mocht je die altijd in de chat gooien. Okito. Ik denk dat ik een beetje verteld heb wat ik wou vertellen over mezelf. Zullen we beginnen met de presentatie, Isabel? Ja, ik ben er klaar voor. Ja. Alright. Goed. Dus, de jaaropleiding. Kan iedereen de presentatie goed zien? Normaal gezien wel, anders zal ik kort achter zien verschijnen. Waarom wilt je in godsnaam een jaaropleiding volgen en waarom organiseren we dat? Nog een klein detail voor alle duidelijkheid. Er zijn dus de instructeurs van Horseman's Paradise, dus iedereen dat daar is afgestudeerd als instructeur. Een paar daarvan hebben de handen in elkaar geslagen om samen een jaaropleiding te geven. Dus hier is dat Isabelle en ik. En wij doen dat in Antwerpen, maar praktisch gaan we straks nog allemaal overlopen ook. Maar er is ook een groep die in Oostburg start. En dat zijn twee collega's van ons. Dus even dat je weet, moest je super ver van ons afzitten. In Oostburg is er nog een groep die dat juist hetzelfde doen. Dus dan kun je een beetje kijken welke locatie dat voor u het meest interessant is. Nu, waarom een jaaropleiding? Sowieso om je connectie en je communicatie met je paard te verbeteren. Want daar gaan we een heel jaar lang aan werken. Dat je elkaar beter begrijpt. Dat je ook respect, wederzijds respect hebt. Want wij verwachten wel altijd heel veel respect van ons paard. Maar we staan daar niet altijd zo bij stil dat dat wel in twee richtingen moet werken. En vertrouwen. Hè. Vertrouwen is superbelangrijk, dat je kunt rekenen op je paard, dat je paard kan rekenen op je. En ook gewoon dat je een mooi team wordt. En als je al een mooi team zei, dat je een nog beter team wordt en verdere stappen zet. Je persoonlijke dromen en doelen, daar hebben we ook ruimte voor. Dus we gaan sowieso in het begin van de jaaropleiding bij iedereen een keer horen van waarom doe je mee? Heb je bepaalde problemen met je paard? Of zijn er bepaalde dingen dat je supergraag wilt bereiken? Waar wilt je naartoe werken? Of waar is je focus? En dan gaan we wel zien dat we doorheen de jaaropleiding altijd een beetje onze focus ook wel wat scherp stellen op wat dat je persoonlijke dromen en doelen zijn. Er is één grote lijn in wat we zien en thema's en bepaalde oefeningen en van alles dat we gaan doen. Maar dat betekent niet dat het allemaal strikt moet zijn, want er is wel ruimte om te zien wat je persoonlijk belangrijk vindt. Hè? Het voordeel aan een jaaropleiding tegenover privélessen is dat je op heel korte tijd veel meer progressie maakt dan dat je zo eens af en toe een les volgt en tussendoor thuis oefent. Waarom? Omdat er hier een duidelijke opbouw en structuur in zit. We geven u ook een hele waslijst mee met allemaal doelen dat je op het eind van het jaar moet kunnen. En dat moet niet, maar dan kun je gericht ergens naartoe werken. Daar zijn ook niveaus in. Dus als je geen ervaring hebt, dan ga je gewoon op je ladder klimmen tot het niveau waar je gaat afhankelijk van je tijd en je inzet en je motivatie. Als je wel al ervaring hebt, is het gewoon de bedoeling dat we je naar de next level brengen op het niveau dat je wilt, zo hoog mogelijk. Maar er moet niks, natuurlijk. Omdat we zo gericht werken en dat we echt bepaalde sturing geven, hebben we elke lesdag een thema, bijvoorbeeld trailer laden, of werken in prijs, of rijden op zit, daar gaan we het zelfs nog over hebben.
Doordat we er echt gerichte thema's zijn en dat we ook gericht huiswerk meegeven en tussen de lesdagen door ook vragen van wat heb je geoefend, wat gaat je oefenen, stuur een keer een filmpje dat we kunnen zien dat je ook aan het oefenen bent. Dus we zitten daar wel wat achter je veren. En dat zijn allemaal dingen dat je niet hebt in privélessen. Plus dat we ook ruimte hebben voor theorie. Ja, ik ga direct verder, hè? Sorry. Sorry. Dat is oké. Dat we ook ruimte hebben voor theorie. En dat we heel veel kunnen werken met beeldmateriaal. Dat we filmpjes kunnen tonen, foto's van situaties, van paarden, van dingen dat goed zijn, dat minder goed zijn. Zodat je oog kunt trainen ook. En dat is ook iets dat je in privélessen niet hebt. Je staat daar buiten met je paard. En dat is ook alles wat je daar op dat moment hebt. Ook gaan we zien dat je niet altijd groepsles hebt met iedereen tegelijk. Maar er zijn ook momenten dat je les hebt met twee of met drie. Of alleen een keer een stukje. En dan kun je naar elkaar kijken. En daar leer je ook echt enorm veel van. Nu, wat gaan we allemaal zien in de jaaropleiding? We doen sowieso grondwerk. Waarom doen we grondwerk? Om je paard, eigenlijk je communicatie met je paard te verbeteren. Dat je kunt oefenen op, oké, we spreken deze taal, dit zijn onze afspraken, je zet daar wat knoppen op, je werkt aan je relatie, je bouwt wel een band op door ook veel langs je paard te werken, niet alleen door erop te zitten. Je kunt een goede basis leggen voor het rijden, voor andere dingen. Veiligheid. Ook zeer belangrijk. Als je paard alles moet leren als je erop zit en er gaat een keer iets mis, is dat al direct een heel ander verhaal dan dat je in het grondwerk goed kunt voorbereiden. Dus we gaan veel grondwerk doen. We laten niemand op zijn paard stappen als we zien dat grondwerk niet goed genoeg is en dat niet veilig gaat zijn. Dat is wel een belangrijke. En dan ook superleuk is dat we dat ook, alles wat we in het grondwerk gaan doen, gaan we ook in vrijheid doen. Dus je kunt je grondwerk doen met een touw, maar ook zonder touw. En dat bevestigt hoe goed dat je paard dit allemaal snapt en hoe graag dat hij dat allemaal... Oei, ik val weg. Oei. Zegt Ellen. Dat is niet goed. Hoe is de wifi, Ellen? Mijn internet niet zo goed. Dan ben ik... Mijnen is oké, normaal. Ben ik al terug? Zijn er nog mensen die mij niet zo goed horen? Nathalie ziet mij nog. En hoort je mij ook goed? Of is het hakkelig? Oké. Dan zal het misschien Ellen naar de wifi zijn. Als er nog mensen zijn bij wie ik wegval, zeg dat even. Hè, dat, we wel, dat ik hier niet blijf doorleuteren en dat de helft mij niet meer hoort. Goed. Ik hoop dat ik zelfs terug ben dan bij Ellen. We zullen even... Ah, het is terug. Oké. Voilà. Perfect. Dus grondwerk, een hele belangrijke. Met allemaal leuke oefeningen. We hebben ook een filmpje van zo een van die oefeningen. Een slalom bijvoorbeeld, dat ik met mijn ponytje doe. Als Isabelle hem even afspeelt. Hij komt eraan, ze. Hier is hem. Dus de PowerPoint gaat even verdwijnen, hè? Niet verschieten. Dat is de bedoeling. Voilà. Hebben jullie dat gezien? Want ik heb even van het scherm moeten wisselen. Voilà. Ik heb niks gezien. Nee, dat dacht ik. Zegt Arif gaat dat niet zien. Oké. Maar de rest wel. Oké, dan is het in orde. Ik ga het nog eens, anders, ik kan het nog eens laten zien, want dat is wel een kort filmpje, hè? Ja. Dan ga ik dat hier weer even opzetten. Hier is hem. Video afspelen. Dus je zegt, je moet er zelf op klikken. Als dat helpt voor mensen. Ja. Oké. Ja, technologie is ons ding niet, hè? Allee, mijn toch al niet in elk geval. Dus ik ben zeer blij dat Isabel dat die regelt. Oké, dat was een superkort filmpje, maar ik vond het wel leuk om een keer te laten zien dat grondwerk niet gewoon een beetje naast je paard staan draaien is, maar dat je daar echt wel leuke dingen mee kunt doen en verschillende kanten uit kunt gaan.
Dus dat gaat niet zozeer om het, om de oefeningen op zich dat je langs je paard doet, maar dat is echt om een communicatie op te bouwen. Dat je je paard ver van je weg kunt vragen, terug naar je toe kunt vragen, dat je er wat meer tempo in kunt steken, dat je veel afwisseling kunt verzorgen. En een vrijheid, dat is natuurlijk... Ah, ja, we hebben ook een filmpje in vrijheid, hè? Ja, hoor. Dat kun je ook een keer laten zien. Ik zal even wachten op mijn kabel. Even terug hier. Voilà. Voilà. Okido. Dus werk in een vrijheid om te checken hoe goed is mijn communicatie nu echt. Want als er nog een touw tussen je en je paard hangt, kun je zo nog een beetje bal spelen en kom je soms wel met veel weg. Ondanks dat je handelingen niet 100% zijn. Dat is bij iedereen zo trouwens, hè. Dat is niet erg. Maar in vrijheid zie je dat ook echt. Want dan reageert je paard op alles wat je doet. Ook al doet je het onbewust en je hebt geen touw eraan hangen om hem tegen te houden voor alle dingen dat je onbedoeld gevraagd hebt. Dus dat is niet alleen superleuk voor u en uw paard, maar dat is ook een goede bevestiging van hoe goed is mijn communicatie en wilt mijn paard het ook doen en zij de optie heeft om weg te lopen. Okido, volgende dia. We gaan dus niet alleen langs ons paard lopen, we gaan er ook op zitten. Eerst en vooral, en het is ook echt in de volgorde dat op de dia staat, we gaan nu eerst leren focussen op uw zitten gebruiken, dat je wat van uw teugels afblijft, want we hebben altijd graag heel veel controle. En ik zie dat we, dat mensen vaak, en ik zelf ook superhard vroeger, de neiging hebben om ons paard goed bij te houden, maar eigenlijk moet je alles kunnen met je handen in de lucht en op je zit kunnen sturen, overgangen maken, schakelen. Dus dat is waar we eerst op gaan focussen. En als je je zit goed kunt gebruiken... We gaan je toch eens niet afhakken trouwens. Hè. Moet geen schrik krijgen. Hè. We gaan je geen zongen laten doen die niet verantwoord zijn. Maar we gaan je wel een duidelijke focus geven en wat meer bewustwording van wat dat je eigenlijk allemaal uitsteekt met je benen en je zit. En als je dat goed, als dat beter gaat, dan gaan we ook een keer kijken naar meer verfijning. De communicatie, dus je teugelhulp, je zweephulp eventueel, hoe dat je dat allemaal mooi en zo licht mogelijk doet, met wat meer verfijning. Daar is ook een filmpje. We delen dat op als freestyle. Ah ja, daar is ook een filmpje van. Laat maar zien. Alright. Dus dat is ook iets wat erin zit. Focussen op zit, freestyle rijden en meer focussen op verfijning van uw hulp. Wat meer dressuur rijden, zullen we het noemen als we het in hokjes willen steken.
Maar het maakt niet uit of dat je dressuur rijdt of westeren of wat dan ook. Het gaat om rijden met je paard. Communicatie is communicatie. En dat maakt niet uit of dat je een springruiter bent, dat je gewoon buiten wilt gaan crossen of dat je uit de westernwereld komt. Dat maakt ons allemaal niet uit. Er is ook ruimte voor je eigen persoonlijke touch. Dus als jij zegt, ik heb mijn paard dat zo geleerd en wij doen dat altijd zo, moet je dat niet ineens op ons manier gaan doen. Als je paard al dingen kent, we zeggen altijd, zolang dat dier vriendelijk is en het werkt, is het oké voor ons. Dus het is niet als je dingen op een bepaalde manier geleerd hebt, dat we helemaal gaan omscholen en zeggen, doe het maar op ons manier. Dat is zeker niet het geval. Goed, volgende dia. Wat zit er zo nogal tussen? Schriktraining. Allee, schriktraining. Het is niet dat we echt met een heel hindernissenparcours en obstakels van alles gaan doen. Je kunt je paard ook niet bomproof maken voor 100%. Een paard is een paard en een paard is een vluchtdier en je gaat dat er niet uit krijgen. Wat we wel kunnen leren en wat we zeker gaan doen, is hoe dat jij kunt reageren in moeilijke situaties. Hoe dat je paard kunt uitleggen dat de wereld helemaal niet zo gevaarlijk is als zij denkt. Hoe dat je bepaalde dingen kunt oplossen. Als ze bang zijn voor bepaalde dingen, hoe dat je dat aanpakt. Hoe dat je een situatie onder controle krijgt. Dus in die zin gaan we zeker ook bezig zijn met de mentale stabiliteit van je paard. Trailerladen is een van die dingen die vaak wel een beetje een probleem vormen. Bij mij ging dat vroeger ook altijd super moeilijk. En in onze cursus waren er wel meerdere die dat daar een probleem mee hadden. Dus daar gaan we ook veel focus op leggen. Dat je dat vlot kunt, dat ze er in vrijheid oplopen, vanuit een galopje aankomen. Rustig erop, hè. Dan moet je er niet in springen, gelijk een halve zat. Maar dat zijn dingen waar dat we naartoe werken. Volgende dia. Dit is een filmpje van trailerladen, hè? Ah ja, er is een filmpje van trailerladen. Ik was het al vergeten. Een voorbeeldje van hoe dat we het trailerladen aanpakken en wat dat het eindresultaat is. Het is wel een filmpje van al een hele tijd geleden, maar maakt niet uit. Het geeft een beetje een leuk beeld van waar dat we naartoe willen werken. Top. Awesome. All right. Volgende dia. Oké. Zoals ik daar straks al zei, gaan we dus niet alleen u aan het werk zetten, zoals dat je in privélessen altijd hebt, maar we gaan zowel theorie zien in de wintermaanden, dus december, januari, februari, is het alleen maar theorie. Allee, theorie en simulaties. Dus dat je met elkaar wel wat oefent, dat je paard speelt. Klinkt misschien een beetje raar of belachelijk, maar dan zie je echt heel veel dingen. Als je paard bent, wat dat mensen allemaal uitsteken, zonder dat ze het doorhebben. En dan besef je van, oh, oei, ik doe dat ook. En dat is supergek. Dus simulaties zijn heel nuttig. We gaan theorie geven, ook door de andere dagen. Wisselen we soms wat praktijk af met theorie, afhankelijk van het thema. Als we rond een bepaald thema werken, zien we daar sowieso eerst een theorie van en dan doen we de praktijk samen. Ook in die wintermaanden gaan we veel simulaties doen rond veilig knopen leggen. Knopen zijn zeer belangrijk, maar ook dat je de oefeningen een keer met elkaar doet. Dat je teugelhulpen oefent, dat is wat ze hier op de foto aan het doen zijn, denk ik. Dat je ook kunt voelen als paard van, hoe is dat? Want soms zijn we onbewust een beetje te hard met onze handen en pakken we die teugels eigenlijk wel redelijk stevig vast. En als er iemand tegenover u zit,
dat dan niet bijt of bokt of boos wordt, maar gewoon zegt van, amai, je bent wel een beetje bruut met je teugels, dan kun je een keer feedback krijgen van, wat steek ik eigenlijk allemaal uit met mijn paard. Heb ik hier alles van gezegd? Ja, ik denk het wel. Goed. Ja. Is het terug aan mij? Dus de jaaropleiding, hè. Voor wie hebben we dat nu gemaakt? Wel, we hebben dat eigenlijk voor iedereen gemaakt die daar open staat voor nieuwe inzichten. Dus vanaf dat je zoiets hebt van, ja, laat maar komen, ik ben klaar om te leren. Ik wil nieuwe dingen ontdekken en ik wil graag een betere band met mijn paard. Ik wil bijleren over hoe dat mijn paard denkt en over hoe dat mijn paard in elkaar zit. Dan kom je ook maar naar de jaaropleiding. Dat is echt speciaal voor jullie helemaal uitgeschreven. Als je wilt groeien in wie dat je bent en hoe dat je met je paard samenwerkt, dus als je je partnership en je teamwork wat omhoog wilt helpen, gewoon naar de next level, ben je ook meer dan welkom. Maar als je nu zegt van ja, hey, ik ben niet zo ambitieus, ik wil niet superveel, ik wil echt gewoon leren om extra fun te maken met mijn paard, ik wil echt overal plezier en genot uithalen, daarvoor doen we het ook. Dus dat is een van onze allergrootste werkpunten, is dat alles plezant moet blijven voor beide partijen. Dus het is, dan ben je zeker ook welkom. Daarvoor hebben we alles geschreven. Dus de cursus is op die manier uitgeschreven en de lessen zijn ook op die punten uitgebouwd. Waarvoor dat je niet per se voorkennis moet hebben. Dus we gaan kijken van ja, wie is er eigenlijk allemaal welkom. Je moet geen voorkennis hebben, je moet geen gigantische basis hebben. Wij leggen alles uit vanaf nul, dat het voor iedereen begrijpbaar is. Je moet ook geen bepaald niveau hebben. Als je een bepaald niveau hebt, mooi meegenomen. We zorgen ook voor diepgang. Dus zowel als dat we voor nul de uitleg doen we ook voor plus 10 of plus 30 de uitleg. We gaan ervoor zorgen dat je zeker niet verveelt. En als je wel verveelt, kom dan even aan ons mouw trekken, zodat we je een leuke, uitdagende oefening geven, waardoor dat je terug kunt bezighouden. Laat je zeker niet tegenhouden als je zoiets hebt van oei, maar die zeggen allemaal dingen en ik ken dat nog niet en ik heb dat nog niet. Het is een jaaropleiding, we gaan u dat leren. We gaan dat uitleggen aan jullie en je mag stap per stap op je eigen tempo wordt dat allemaal voor jullie uitgewerkt en uitgelegd. Als je graag extra huiswerk wilt doen of extra lessen tussendoor wilt pakken, dat kan allemaal, zodat je zeker je op je gemak voelt. En voor diegenen die zich uitermate op hun gemak voelen, gaan we een beetje extra uitdaging geven. Dus het is heel variabel wie dat er allemaal kan meedoen. De jaaropleiding is praktisch ingericht met 20 lesdagen in totaal. Dus dat betekent dat jullie 20 keer naar ons mogen komen van 9 tot 5. Dus dat zijn vrij lange dagen. En we starten met een vijfdaagse. En dat is een intensieve startweek waarin dat we heel veel basis gaan geven en overal al redelijk concreet en direct mega hard aan de slag gaan. Dus bereid u daarop voor dat dat een intensieve week is. Neem uw pen en uw papier mee. Zie dat je de week ervoor goed bent uitgeslapen, dat uw brein klaar is om alles op te slaan. Op het einde krijg je ook een vijfdaagse. En die vijfdaagse wordt gebruikt om overal de puntjes op de i te zetten. Die vijfdaagse is ook waar dat we een soort van eindtest doen. In het begin gaan we ook wat testjes doen om te kijken waar uw niveau ligt, zodat wij dat perfect persoonlijk kunnen afstemmen op jullie. En die komen inderdaad op het einde terug, zodat we kunnen zien welke evolutie dat je gemaakt hebt. Dus hoe zijn je gegroeid, in welke richting en waar kun je eventueel nog bijsturen. Dan is het verloop van de jaaropleiding is dat we een maandelijkse bijeenkomst doen. Dus maandelijks hebben jullie één lesdag. En op die lesdag is iedereen samen, dus dan zien jullie ons.
met heel de groep erbij. Dan krijgen jullie dus die lessen die dat wij voor jullie hebben uitgeschreven. Maar als je zegt van ik wil tussendoor nog begeleiding, dan kan dat altijd online. Dus je kunt altijd filmpjes maken van wat dat je tussendoor doet. Je kunt die naar ons mailen. Je kunt ons eventueel bellen. Als je liever belt dan mailt, vraag dan wel even of dat het een beetje uitkomt. Wat zijn nog voordelen van je jaaropleiding? Is dat je privélessen krijgt van ons als instructeur aan een verlaagd tarief. Dus dat betekent dat jullie niet onze volledige prijs moeten betalen per uur, maar jullie krijgen een verlaagd tarief, want jullie zitten al in de jaaropleiding. En dan kunnen wij jullie op die manier nog extra ondersteunen. Wat komt er nog bij, is dat je na je deelname, dus als de jaaropleiding is afgerond, krijg je een certificaat van deelname. Dus als je dat graag wilt hebben om op je kast te zetten of op het toilet op te hangen of waar dat je het ook voor wilt gebruiken, je krijgt een mooi papiertje met je certificaat van kijk, deelname, Balanced Horsemanship, jaaropleiding, volledig afgerond. Ja, als je het niet afrondt, zorg dan dat je de inhaaldagen volgt, dat je wel je volledige opleiding hebt gehad, dat dat papiertje toch iets waard is. En dan zit in de jaaropleiding dus uw theoriedagen in de wintermaanden. Rief had dat al een klein beetje aangehaald. Wat dan nog leuk is om te weten, is dat uw paard dus ook effectief een dag vroeger mag aankomen en de dag zelf of de dag daarna 's ochtends kan vertrekken. Dus je hebt je lesdag en het is niet dat je per se op die lesdag 's ochtends moet aankomen en 's avonds terug moet vertrekken. We hebben dat geregeld met onze locatie, dat je een overnachting erbij kunt nemen en dat je paard daar mag bekomen van de lesdag. En jij zelf ook rustig naar huis en de volgende dag je paardje gaan oppikken, kan perfect. Waarbij dat je dus ook een stalling, hooi en brok hebt. Dat zit allemaal mee in onze jaaropleiding. Uw lunch voor u persoonlijk tijdens de lesdagen wordt ook door ons geregeld. Dus je gaat geen honger lijden. We hebben heel veel versnaperingen. We hebben dit jaar ook een jaaropleiding gegeven en wij merken dat wij meestal mensen hun honger overschatten. Dus er gaat niks te kort zijn, zijn maar zeker. En je krijgt ook, dat is een belangrijke, je krijgt een cursus op papier. Dus er is niet zo dat wij elke dag tegen jullie staan uit te leggen en staan te praten en verwachten dat je alles zelf onthoudt of zelf neerschrijft. Nee, je krijgt effectief een dikke bundel met alles mooi uitgeschreven, met prentjes erbij, met vragen erbij, met voorbeelden erbij. Dus je kunt alles thuis even rustig terug overlopen en nakijken en eventueel nog nieuwe vragen voor ons verzinnen, zodat je dat kunt opnemen in jezelf. En de volgende dag ook kunt voorbereiden als je dat wilt. Je moet altijd lezen voordat je komt. Goed. En er is ook een optie om je overnachting voor jezelf te regelen. Dus er zijn mogelijkheden op de stalling waar dat wij gaan werken om daar te blijven slapen. Dus als je zegt van ja, ik kom toch van wat verder, ik wil graag de volgende ochtend pas vertrekken of ik wil graag de avond op voorhand al aankomen en mijn paard moet overnachten, maar ik moet zelf ook overnachten, daar zijn mogelijkheden toe. Dus wij gaan die voor jullie allemaal oplijsten en dan kun je zelf kiezen wat het beste bij u past, of dat dat nu een tent is of een caravan of een B&B. Dat mag jij helemaal zelf bepalen. Maar er zijn heel wat opties. Dus we hebben daar ook naar gekeken dat we jullie niet dwingen om toch 's ochtends en 's avonds te vertrekken na een lesdag. Wat betekent dat nu allemaal? Heel concreet is, wij hebben de data's al vastgelegd en onze locatie gereserveerd. Onze locatie is de Lone Star Stables in Arendonk. Die hebben een mooie site, dus je kunt daar eens naar gaan kijken. Of op Facebook zijn die ook actief. Je kunt die ook op Google Maps eens opzoeken, dan weet je ineens het adres. Dat is in Berendonk. Allee, dat is de naam van de straat, maar het is in de gemeente Arendonk, lekker in de Kempen. De data zien jullie hier mooi opgelijst. Ik stel voor dat jullie die overschrijven, zodat je zeker al in hun agenda kunt blokkeren en fixeren en plannen. Want die liggen redelijk vast. En zoals jullie kunnen zien, is er op 20 december, 17 januari en 14 februari een theoriedag. En jullie kunnen ook zien dat 11 tot 15 september de startweek is en dat de eindweek
in 2021 van 18 tot en met 22 augustus loopt. En daartussen is elk maandelijks een terugkomdag. Dan gaan we lesgeven en jullie overlaten. Wat als je de startweek niet kan meedoen? Als leerkracht heb ik enkel de schoolvakanties. Ja, dat is nog een uitdaging. Dat is iets waar dat we onderling afspraken gaan over moeten maken. En we gaan eens moeten bekijken hoe dat we dat kunnen opvangen. Er zijn deelnemers die dat ooit al de startweek in de andere opleiding hebben gevolgd. En die zouden daar eventueel ook kunnen meedoen, omdat dat op een betere moment valt. Bijvoorbeeld in augustus. Ik ken hun data nog niet van buiten. Dus we gaan dat zeker bekijken. En ik krijg hier nog een vraag. Wat als de coronasituatie langer duurt? Komt de opleiding dan in gevaar? Wat als deze geannuleerd moet worden? Wel, als corona nog zou duren tot en met september en dat we nog geen evenementen mogen geven, dan gaan we op zoek met onze locatie of dat we dat eventueel allemaal zouden kunnen opschuiven en gewoon zouden kunnen uitstellen in plaats van kunnen annuleren. En voor iedereen die dat dan al ingeschreven is, die wordt dan mee op de hoogte gehouden en eventueel ook voor hun beschikbaarheden gevraagd. De 5 dagen is zowel een start als een eindweek. Dus de eindweek is zowel de startweek is 5 dagen en de eindweek is ook 5 dagen. Hè? En Ellen vraagt nog welke dag is dat, maar ik weet niet meer waarover dat gaat. En Wesley vraagt of dat er overnacht kan worden tijdens de start- en de eindweek en of dat in de prijs is inbegrepen. Uw paard en overnachtingen is in de prijs inbegrepen. Hè? En zeker tijdens de start- en de eindweek is dat sowieso. Dus dat hebben wij voorzien. Wij verzinnen dat wij een start- en een eindweek gaan geven. Dus wij hebben ook verzonnen dat wij dan maar moeten zorgen voor een stal met een overnachting. De lesdagen zijn op. Dat zijn allemaal zondagen, als ik mij niet vergis. Ja, Arif? Ja, dat waren allemaal zondagen. Voilà. En ja. De prijs is in het totaal, is de prijs, de vraagprijs is dus 2450 euro. Je krijgt daar in ruil 20 lesdagen voor. Je krijgt daar een cursus voor. Je krijgt daar eten en drinken voor. Je krijgt daar een stal voor en overnachting van je paard. En dan hebben we nog iets leuks voor de snelle beslissers. Als alle praktische informatie een beetje bezonken is, wij geven jullie ook tijd om even na te denken en een beetje te bezinnen en jullie financiële berekeningen te maken. Maar voor de snelle beslissers hebben wij toch altijd een beloning, omdat dat leuk is voor ons om snelle beslissers te hebben, krijgen jullie een gratis privéles als je voor 30 april inschrijft. Dus dat betekent dat als je dichter bij Rif woont, dat Rif de privéles gaat komen geven. Als je dichter bij mij woont, dat ik de privéles ga komen geven. Maar dat biedt toch al wel een beetje meer motivatie. En dat is ook altijd leuk om iets te krijgen als je voor ons ook iets terug hebt gedaan. Hè. Dus ik hoop dat jullie daar naar uitkijken. Het onderwerp van uw privéles is natuurlijk naar keuze. Als je trailerlaadproblemen hebt, dan denk ik dat dat een wijze beslissing is om dat te oefenen voordat je op startweek moet komen. Dan raak je er sowieso. Maar het blijft natuurlijk wel altijd vrij. Hè? Mocht dat helemaal zelf kiezen, als je zegt van nee, ik wil freestyle, dan mag dat ook. Of als je liberty wilt, de onderwerpen zijn vrij. Als je iets heel specifiek wilt, dan mag dat ook altijd. En dan gaan wij nu al een beetje verder met het verloop van onze presentatie. Mochten er nog vragen zijn over praktische zaken en heb je nog belangrijke agendawissels die dat je moet doorvoeren of zo, ja, laat ons alles weten. We zijn hier nog wel even bezig. Dus alles wat in je opkomt, zet dat even in een chatbox, zodat we daar nog op kunnen antwoorden. Daarom zijn we ook live gekomen om zo snel mogelijk antwoord te bieden op jullie vragen. Dus maak daar ook echt gebruik van. En hopelijk zijn jullie al een klein beetje geprikkeld, maar moest het nog niet zo ver zijn, gaan wij nu een proevertje geven van de theorie. Dat is voor Yves.
Okido, het stukje theorie dat we gekozen hebben. Wat is dat? Ah, ik dacht dat Isabel nog iets zei. Oké, het stukje theorie dat we gekozen hebben komt ook terug in de jaaropleiding. Gaan we ook zien tijdens de theorie-sessies. Gaan we heel diep in op de psychologie van het paard. En om jullie al een beetje een idee te geven van onze manier van lesgeven, van hoe dat we dingen uitleggen, de filosofie dat er zo achter zit, achter onze manier van werken, gaan we daar al een klein stukje uitgeven. Tijdens de theoriedagen gaan we daar wel nog veel breder en dieper op in en steken we er een quiz bij en al en veel meer filmpjes om te zien of dat je alles goed begrepen hebt en zo. Maar nu gaan we gewoon kort alles wat overlopen om u een beetje een basisidee te geven en een beetje extra les in deze tijden dat we niet uit ons kop mogen komen. Dan doen we het maar zo. Dus we gaan het hebben over paardenkarakters. Elk paard is uniek en we vinden dat zeer belangrijk dat je training en alles aanpast aan uw paard. Het is niet, we doen het zo en zo, voor iedereen. Als dat kon, dan moesten we gewoon één boek schrijven en iedereen kon keigoed paardrijden, maar dat is helaas niet zo. Dus we moeten echt wel kijken van paard tot paard. En om die beter te kunnen begrijpen, moeten we eerst en vooral al snappen dat een paard ook gewoon net zoals wij een karakter heeft. Dat is geen machine, het is geen fiets. Dat leeft en daar zit een karakter in. En ze zijn allemaal anders. En dat karakter is afhankelijk van verschillende factoren. Het is niet gewoon, mijn paard is zo, klaar. Dat kun je niet zeggen. Dus een deel is aangeboren. Dat is wat dat erin zit. Dat is ook gewoon zo. Maar je hebt ook heel veel aangeleerd gedrag. Paarden kunnen heel hard veranderen door de situatie of de omgeving waarin dat ze zitten. Of door trauma's of juist goede ervaringen dat ze hebben meegemaakt. Uw omgeving doet ook superveel. Ik had vroeger één paard hier alleen staan en dan met twee. Maar nu staan die in een kudde en dat is echt een heel groot verschil. Hoeveel stabieler dat die zijn als die wat meer vriendjes rond zich hebben. Ik was daar echt van verschoten hoe hard dat een paard gewoon kan veranderen door de omgeving waarin dat ze staan. En dan heb je ook nog de spirit. Dus hoe sterk is je karakter? Hoe hard weegt dat door? En je hebt paarden die dat, en je hebt dat ook bij mensen, je hebt mensen die dat optimistisch zijn, maar als er iets gebeurt, één klein ding dat wat tegenvalt, dan zitten ze helemaal in de put. En je hebt mensen die optimistisch zijn, en ook al hebben die alle miserie van de wereld, die blijven optimistisch. Die blijven doorzetten. En je hebt dat ook bij paarden. Sommigen kun je wat gemakkelijker bekneden, zullen we het noemen, wat aanpassen en veranderen, dan anderen. Volgende dia. Nu, we hebben twee grote hoofdindelingen. Het is een beetje gebaseerd op de... Het is gewoon gebaseerd op de Horsenalities van Barelli, dat hij heeft uitgeschreven. Dus dat gaan we nu kort overlopen. In de lesdag gaan we daar wel veel, veel dieper op in. En zien we ook bij elk paard echt oefeningen, gerichte oefeningen, wat dat voor welk paard het beste werkt. En strategieën dat je kunt toepassen in de praktijk. Dus je hebt paarden die, net zoals mensen, een beetje meer in zichzelf gekeerd zijn en zo wat introverter zijn, die dat niet altijd direct laten zien hoe dat ze zich voelen en die dat niet zo heel graag veel hun voeten bewegen. Of niet echt, het gaat niet over graag, maar die dat niet geneigd zijn om hun voeten veel te bewegen. En dan heb je de extrovertjes, waar je dus ook bij de mensen hebt, mensen aan wie dat je aan hun gezicht kunt zien, wat dat ze denken, die dat altijd heel aanwezig en expressief zijn. Dat heb je ook bij paarden. Paarden die dat uitbundig zijn, die dat echt duidelijk laten zien hoe dat ze zich voelen of wat ze vinden van de situatie. En die voeten verplaatsen wel zeer gemakkelijk. Dus je hebt introverte paarden en je hebt extroverte paarden. En dan hebben we nog een opdeling, want je hebt niet alleen introvert, extrovert. Je hebt ook, en dat is... We noemen dat left en right brain, dat is gebaseerd op de menselijke psychologie, dus dat gaat niet per se over de hersendelen echt bij paard in de praktijk. Allee, denk ik toch. Volgens mij is dat niet op die manier gelinkt. Maar dus je hebt linksdenkend, en dat zijn meer zelfzekere paarden, die hebben redelijk wat zelfvertrouwen, en ze noemen die vaak dominant. Ik gebruik dat woord niet zo heel graag, want een paard is niet dominant. Maar ze kunnen wel dat gedrag vertonen en dat kan zo op ons overkomen.
En dat komt gewoon voort van het feit dat zij veel zelfvertrouwen hebben. Hè. Als ze dan zien dat wij het niet weten of dat wij twijfelen, dan is er iets van, oh, ik weet het wel, ik zal dat hier wel regelen. Dus dat gaat niet per se van pushy zijn en ambetant zijn en over u willen heersen, maar dat is gewoon gedrag dat bij die zelfzekere paarden soms wat sneller naar boven komt. Die zijn meestal ook wel vrij kalm en tolerant. Die verdragen wel best wat. Mijn Shire is er bijvoorbeeld zo eentje, linksdenkend. En dan heb je tegenovergestelde, rechtsdenkend. En dat zijn zo wat de bangerikjes, die zijn super onzeker, van het minste van hun melk. Die zijn vaak heel zenuwachtig en overreageren op alles. Ze hebben echt problemen met veel prikkels, moeilijke situaties. Zijn zo schaapjes, de toetsjes, een beetje. En dan hebben we de volgende dia. Dus hier hebben we het nog eens in een schemaatje gegoten. Je hebt dan van boven staan de extrovertjes, dus waarbij dat je echt heel goed ziet wat dat hun reactie is. En als je dan, want die twee opdelingen dat ik net heb gezegd, we combineren die, hè, waardoor dat je vier hokjes krijgt, zoals hier. Wel belangrijk om mee te geven, is dat niet gewoon is, mijn paard zit in een hokje en klaar. Dat kan wat switchen, dat kan wat veranderen. En in een ideale situatie hebben ze van alles een beetje eigenlijk. Zo alle goede puntjes van elk hokje. Maar het is niet dat je paard ergens insteekt en dat hem daar vast zit. Dus je moet dat wel een beetje met een korrel zout pakken als je je paard gaat beoordelen. Dus hier hebben we zo wat de slechte eigenschappen opgesomd. En paarden die daar extrovert zijn en zelfzeker, we noemen die vaak stout en ondeugend en ambetant. We gaan zelfs zien waarom dat eigenlijk is. En dat is helemaal niet stout, maar zo zien wij dat vaak wel. En dan heb je de andere kant die daar uitbundig zijn, maar die daar heel bang zijn, dat zijn de racekonijnen. Hè. Die gaan er vandoor, die zijn weg voor het minste, die schieten van links naar rechts. Als die verschieten, dan steken ze 500 meter verder. Die slagen gemakkelijk op hol van die dingen. En dan heb je de onderkant, de paardjes die daar niet zo echt uitbundig zijn en niet altijd per se laten zien hoe dat ze zich voelen. En ook daar heb je introverte zelfzekere. En dat zijn degenen die we lui noemen. Want die hebben zoiets van, ik beweeg niet graag, ik heb er gewoon geen zin in. Die zijn eigenlijk niet gemotiveerd, maar daar gaan we zelfs dieper op in. Maar die noemen we dan vaak lui en koppig, want we krijgen die niet vooruit. En dan heb je nog het andere stuk. Je hebt de onzekere schaapjes, die daar ook introvert zijn. En dat zijn heel moeilijke paarden om te lezen, want die zien er vaak heel rustig uit, want ze staan toch stil. Ze bokken niet, ze gaan niet lopen, dus dan zal alles wel oké zijn. Maar die spanning die bouwt op en die bouwt op. En dat zijn echt zo van die binnenfretters. Hè. En als de emmer vol is, dan ontploft een boel. En dan lijkt dat vaak voor mensen dat die uit het niks op hol slagen. Dus daarom hebben we die onvoorspelbaar genoemd. Nu gaan we een beetje dieper ingaan op al die karakters apart. We gaan overal bijzeggen hoe dat wij, dat die paarden overkomen op ons. Wat dat die hun goede eigenschappen zijn, wat je vooral wel en vooral niet moet doen bij bepaalde paarden en wat het ultieme doel is om die paarden naartoe te krijgen. Dus om die slechte eigenschappen, dat ik net op het fotootje heb laten zien, om te zetten naar allemaal positieve dingen. Left brain extrovert, ten allereerste. Deze is dus mijn Shire, de reden waarom dat ik horsemanship gaan doen ben. Omdat ik op dit karakter een beetje vastliep als een klein meisje naast mijn groot paard. Dus zelfzeker en die... Ah nee, dat is niet waar. Dat is helemaal niet mijn... Sorry, ik was er aan het naast slagen. Niet mijn Shire. Die ga Isabel vertellen. Dat is left brain introvert. Maar dus deze, die zijn vrij zelfzeker. En die zijn heel enthousiast en speels. Die vervelen hun snel, dus wat doen die? Die pakken alles wat ze zien in hun mond. Dat zie je ook op het fotootje. Paard heeft een zweep vast. En dat zijn die Charles, hè, die dat je zweep vastpakken, met je handschoenen gaan lopen, van alles kapot bijten of overal aan zitten te knabbelen. Een bakje voor het mestscheppen meepakken en zo van die dingen. Dat zijn super slimme paarden. En die zijn heel leergierig. Dus die werken wel graag, die leren graag bij. Maar omdat die zo slim zijn, vervelen die hun snel. En als je die heel veel laat wachten en stilstaan en traag doet, omdat je zelf nog veel moet leren en nadenken en bijleren, dan kunnen die een beetje ongeduldig worden en dan gaan die zichzelf entertainen. En dat is voor ons dan soms wat vervelend. En daarom
zeggen we dat die stout zijn en een beetje lastig en ondeugend. Maar die paarden houden gewoon van afwisseling. We hebben daar ook een filmpje van, denk ik. Van een voorbeeld van een zelfzekere, uitbundige... Ja. Knollebol. Ik zet hem af. Video af te doen. Goed, dus je hebt een beetje een beeld van zo'n paard. Dat uitzicht natuurlijk op verschillende manieren. Hè. Het is niet dat paarden dat er altijd zo uitziet. Daar zitten zo wel wat nuances in, omdat elk paard anders is. Maar daar krijg je toch al een beetje een beeld van het typeke dat we hiervoor hebben. Nu, wat moet je vooral wel en vooral niet doen bij zo'n paarden die daar zelfzeker zijn en uitbundig? Wat je vooral wel moet doen, is veel nieuwe dingen leren. Je moet echt interessant worden voor je paard. Die paarden dat zijn eigenlijk zo'n beetje de slimmeriken van de klas. Die dat dan lastig worden, omdat het gewoon te saai is en allemaal te traag gaat. Dus wat moet je die geven? Uitdaging. Echt dingen dat ze moeilijk vinden, waar ze over moeten nadenken. En dat ze nieuwe dingen kunnen leren, nieuwe successen bereiken. En dat allemaal interessant en boeiend blijft. En voor hun motivatie. Dus ook zorgen voor variatie in de trainingen. Een variatie dat kan breed zijn. Hè. Het is niet dat je een heel speelplein moet gaan bouwen met kegels en balken en tonnen en van alles om voor variatie te zorgen. Je kunt ook gewoon in de oefeningen dat je doet en in de manier waarop dat je rijdt, kun je ook gewoon voor veel afwisseling zorgen. Wat we in de jaaropleiding allemaal gaan zien. Geef die paarden iets om te doen. Geef die een job, zodat je die nieuwsgierigheid wekt. Dat is zoiets van, oh, Dat ken ik precies niet. Dat ziet er wel interessant uit. Kan ik er kijken? Kan ik er nadenken? We gaan eens zoeken. Van alles proberen. Wat moet je bij die paarden doen? Control mind by nose. Die paarden zijn snel afgeleid. Want van het moment dat jij een beetje te lang, te traag aan het doen bent, of je wacht met iets, of je bent met iets anders bezig, heb je dus iets van, oh, wat is er daar te zien? Kan ik er kijken? Hop, en ze zijn je paard kwijt, of ze zien iets op de grond staan, ze beginnen erop te knabbelen. Dus wat moet je bij die paarden doen? Hier, hier, hier is te doen. Neus, hier, bij mij. Ik ben interessant, al de rest niet. Het helpt ook niet om tegen die paarden te zeggen, nee, niet naar daar gaan. Nee, daar niet in bijten. Nee, blijf daar af. Laat altijd uit je mond. Stop met te knabbelen. Nee, sta stil. Kom terug hier. Dat helpt niet. Je moet je paard zeggen wat hij wel moet doen. Niet wat hij allemaal niet moet doen, want daar is er niks mee. En je moet een plan hebben. Dat zijn geen paarden waar je een beetje kunt staan draaien en denken, goh, wat gaan we nu een keer doen? Allez, we zullen eens even dit doen. Ja, dat gaat. Oké. Wat gaan we nu een keer doen? Dat gaat allemaal veel te traag en daar zit niet genoeg actie en diepgang en van alles in voor die paarden. Dus je moet wel een plan hebben. Zeggen, oké, we gaan daaraan werken. Ik wil dat het er zo uitzien. We gaan dat zo aanpakken. Dus je moet zelf ook wel een beetje stevig in je schoenen staan om daar goed mee te werken. Wat je vooral niet moet doen, is veel hetzelfde. Echt zo uren aan een stuk, dezelfde oefening. Allee, je gaat waarschijnlijk geen uren aan een stuk met je paard trainen, in de lesdagen wel. Maar dus niet constant hetzelfde
Waar ik net al zei, niet heel een tijd nee zeggen en discussiëren en zeggen wat ze allemaal niet mogen doen. En ook niet te vaak laten stilstaan. Want dat helpt niet zo echt bij die paarden. Volgende dia. Waar zijn die paarden vooral geschikt voor? Omdat die wel zelfzeker zijn en wel van uitdaging houden, zien we die vaak in springsport of eventing. Dat is wat veel actie en wat afwisseling. Dat wil niet zeggen dat dat het enige is wat die paarden leuk vinden. Hè? Of dat dat het enige is wat die goed kunnen. Maar je ziet die vooral daar wel in terug. En wat is het doel van die paarden? Dus we zijn daar straks vertrokken van zowat slechte eigenschappen. Hè, dat die snel verdeeld zijn, waardoor dat ze ondeugend worden, omdat ze interessante dingen zoeken. Dus je wilt in plaats van dat ze naughty zijn, zoals er stond op het fotootje in het begin, wilt je dat je paard enthousiast wordt. Dat je paard zoiets heeft van, oké, wat gaan we doen? Want deze is fijn, dat is interessant, we leren hier altijd nieuwe dingen. Ik krijg veel beloning, ik word bevestigd voor alles wat ik goed kan. En ik heb een uitdaging aan mijn eigenaar. Dus we willen een paard dat gemotiveerd wordt, dat meedenkt met u, dat echt zoiets heeft van, oké, wat is de puzzel vandaag? Wat zou de oplossing zijn? Kan ik er zoeken? Kan ik er proberen? Dat je paard echt meedenkt en het interessant vindt. Ik denk dat ik alles gezegd heb over dit karakter voor wat we vandaag gaan bespreken. Dan ja. Is het aan Isabel de volgende. Okay. Voilà. Ik zal de Shire bespreken en met een tinker. Dat je daar juist ook in het filmpje hebt gezien. Wel, dat zijn die paarden die dat zo wel zelfzeker en dominant overkomen. En je ziet die in dat printje, dat staan met zijn armen gekruist en echt zo van, I don't think so. Dat zijn paarden die dat heel vaak als lui en ongemotiveerd overkomen, maar eigenlijk wat het die aan u vragen is, what's in it for me? Dus dat zijn de paarden die gaan uitdagen om als eigenaar op zoek te gaan naar de juiste motivatie van hoe krijg je die paarden nu mee in uw verhaal. Wel, meestal zijn die ook voedselgericht, waardoor dat die heel opdringerig kunnen zijn. Hè. Die komen snel in hun ruimte staan en die zitten met hun neus in hun binnenzak als ze nog maar denken dat er een worteltje in zit. Wat dat die paarden ook hebben, die zijn slim. Want die vragen u constant, what's in it for me? Dus die gaan niet zomaar iets doen. Je moet die altijd overtuigen om iets te doen. En op welke manier dat je dat moet doen, dat ga je leren in de jaaropleiding. Krijgen wij superveel goede technieken voor. En wat je ook merkt aan dat type paard, is dat die heel moeilijkheden hebben met cirkelen. Die doen niet graag heel een tijd hetzelfde, waar er veel beweging aan te pas komt en waar er geen doel aan te pas komt. Die willen niet oneindig lang moeten bewegen en lopen. Wat dat probleem is met longeren, is hoe beter dat ze dat doen en hoe meer moeite en energie dat ze erin steken, hoe langer dat wij dat gaan doen met hen. En hoe vaker dat wij dat van hen gaan vragen. En die paarden doen dat niet graag. Die vinden daar geen plezier in. Die zien de meerwaarde daar niet van in. Die krijgen daar geen beloning voor. Dat is niet doelgericht. En wat krijgen we dan? Is dat die paarden gaan uitbreken op de cirkel. Zo hun hoofd naar buiten gooien, schouder erin en in een rechte lijn even weg. Dan zijn ze los. Ik heb u verteld dat ik op mijn buik achter mijn paard heb gehangen. Ja, dat was zo'n moveke, denk ik. En als je het filmpje van de Liberty daarnet hebt gezien en je hebt dat heel kritisch bekeken, dan zie je dat Candy, het paard waarmee ik werk, dat dat zo'n paard is in dat filmpje. Dat die echt zoiets heeft van... Ja... En je kunt heel goed zien wanneer ik heb gezegd dat het goed was. Want dan zit daar een kop in het gras. Dan denkt ze, ja, nu mag ik eten. Yes, beloning voor mij. En die fixt dat voor haar eigen. Maar dat is ook omdat ik dat op die manier getraind heb. Ik heb daar nog een filmpje van een ander paard. Dat is ook wel interessant. En ik denk dat de meesten onder jullie wel al eens zo'n filmpje gezien hebben. Stiekem.
En ik hoop dat jullie het verschil hebben gezien tussen dit filmpje en het vorig filmpje dat Rief heeft uitgelegd. Want dat vorig filmpje, dat paard heeft zowat dezelfde movejes. Maar dit paard doet het echt puur om haar ruiter uit balans te krijgen en dan lekker zelf te eten. Dat moment dat dat paard valt en stijgt en valt, die begint gewoon te eten. Hè? Die heeft echt zoiets van, oké, goed, lekker. What's in it for me? Wat gaat je doen met die paarden? Hoe kun je daarmee omgaan? Hoe kun je die wel uit hun kot lokken en ervoor zorgen dat uw verhaal hun verhaal wordt? Wel, je moet die motiveren. Je moet die motiveren om mee te denken met u en je moet uitzoeken welke motivatie dat voor uw paard het beste werkt. Sommige paarden willen gewoon een beetje chill, stilstaan. Je ziet dat paard op dat filmpje, dat is ook bok, bok, bok. Oh, ruiter eraf. Oké, okay, stilstaan. Dat is wat ik wil. Yep. Sneller rust geven dan verwacht is ook een hele goede tactiek. Je gaat die een opdracht geven en dan als ze het aan het doen zijn, dan gaan ze die eigenlijk rust geven en zeggen, ja, keigoed. En dan gaat dat paard denken, huh, nu al? Echt? Ah, oké. Okay. Dus dan gaan ze daar wat meer energie in krijgen en die gaan volgende keer denken van, ja, ik ga het goed doen, hè, want dan mag ik al direct stoppen. En dan kunnen ze zo iedere keer je ladderke wat verleggen en dan gaat je paard veel opgewekter en veel energieker krijgen. Dus dit type paard was lui, dat is niet waar. Als je de juiste motivatie vindt en de juiste technieken gebruikt, dan worden die energiek en dan gaan die heel veel voor u over hebben. Je moet ook doen, het zijn nadenkers, hè. Het zijn ook die slimmeriksjes die daar zo gaan zoeken naar de juiste manier en zo eronderuit muizen om het toch maar niet helemaal te moeten doen en zo. Dus zorg ervoor dat je voldoende variatie in je trainingen steekt. Zorg ervoor dat je die blijft uitdagen en blijft entertainen. Niet 100 cirkeltjes. En ook niet 100 cirkeltjes waarvan dat er 5 in draf zijn en 5 in galop zijn en 5 terug in stap zijn en dan weer in draf. Dat is geen variatie. Een andere oefening, dat is variatie. En gebruik omgekeerde psychologie. Dus wat ik daarmee bedoel is, als die paarden heel snel willen gaan, dan gaat jij zeggen, oh ja, ga maar wat trager, dat is goed. En je gaat die eigenlijk iedere keer verrassen met wat dat jij denkt, ten opzichte van wat dat ze aanbieden. Dan ga jij zeggen van, oh, 3 passen galop, wauw, fantastisch. Maar je wou eigenlijk een hele cirkel, maar daar werk je wel naartoe. Je paard denkt, oh my god, cirkels. En jij zegt, kom, we gaan in galop. En je paard denkt, oh my god, cirkels. En ik doe 3 passen galop, goed, goed genoeg. Dat moet je niet doen. Dus die blijven pushen. Want dan krijg je dat protest. Dat heb je in dat filmpje perfect gezien. Iedere keer als een meisje benen geeft of nog maar haar zweep op heeft, dan denkt dat paard, fuck you. En dat die komt heel duidelijk over, want dat meisje eindigt iedere keer op de grond. Dus straffen, te veel druk gebruiken, te veel herhalend werk. Dus die cirkels, heel lang tijd hetzelfde doen. Als je Cavalettis legt, ja, loopt daar geen 120 keer over, want dat paard heeft er niks aan. Dat is niet voldoende entertainend en dat is zeker niet motiverend. Dus blijf die uitdagen en blijf op zoek gaan naar de juiste manier om je paard zijn aandacht erbij te houden. En dat verhaal dat in je hoofd zit, maak dat alsjeblieft het verhaal van je paard. Daar moet je naar op zoek gaan. Dus deze paarden zijn voornamelijk geschikt voor het buitenrijden en het rangework. Dat is omdat die heel traag en rustig en die gaan niet heel snel over hun toeren zijn. Meestal zijn dat paarden die gelinkt zijn aan koudbloedrassen. Hier ziet je Rivare Shire met Rief erbij op. Ik zeg niet dat dat altijd zo is, dat dat koudbloeden zijn, maar dat zit er vaak wel ergens in. En het doel om die paarden goed te krijgen is, uw sleutel is: motiveert die paarden. Zorg ervoor dat je een motivatie vindt waarvoor je paard het wil doen. Daar moet je naar op zoek gaan. Dan komen we bij het volgende karakter. En dat is exact het tegenovergestelde. Dit zijn de right brain extrovert paarden. En de right brain extroverten zijn onzekere paarden en angstig. Dat zijn die dat heel graag weglopen en ook echt op hol slaan en heel spooky zijn. Je ziet ook in dat printje, dat is zo, wow, let's go. En ze zijn weg en het probleem is zogezegd opgelost, maar die blijven ook echt lopen, hè. Die blijven lopen, dat zijn zo die paarden die dat hun eigen zouden kunnen doodlopen van de schrik.
Dus die vluchtreflex is super sterk. Het minste dat die iets horen, dat hun niet aanstaat, denken die vluchten. En dat zijn paarden die heel snel van slag zijn. Die zijn heel prikkelbaar en die reageren daar eigenlijk ook met bewegen, 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 bewegen. Wat dat die eigenlijk willen, is die zijn op zoek naar veiligheid. Dus die adrenaline die gaat supersnel omhoog, maar wat dat je die moet bieden, is eigenlijk die veiligheid. We hebben daar ook een filmpje van. We gebruiken die filmpjes in plaats van onze demo dat we normaal gingen geven. En nu is dat wel een heel goede illustratie erbij. Waar zijn ze hier? Voilà. Deze is ook een filmpje van een demo van Parelli. En ik vind deze echt het allerbeste filmpje voor een Rhinebrain extrovert dat er bestaat. Dus we gaan dat eens laten zien aan jullie. Voilà. Dus je hebt gezien, Pat Parelli is bijna vermoord door een right-brain extrovert. Dat zijn paarden die dan nogal indrukwekkend zijn. Hè? Die plakken tegen u en die kijken naar de wereld. Hè? Dus die lopen nu eigenlijk continu omver en van uw sokken. En dat is als onzeker persoon is dat niet gemakkelijk om mee om te gaan. Zeker een grote uitdaging. Wat moet je zeker doen met die paarden is, zorg dat die hun focus op u is. Weg van de wereld. Die moeten hun eigen focussen op u. En je moet die iets geven als oefening of zo, om hun eigen in te laten wegzinken, zodat die niet meer zoveel aandacht hebben voor de wereld. Want die hebben eigenlijk gewoon bang van de wereld. Dus je moet zorgen dat die hun eigen op kunnen op een oefening kunnen concentreren, zodat die terug even beginnen denken met hun hoofdje in de plaats van beginnen lopen met hun voetjes. Je moet zelf heel veel geduld hebben met die paarden. Het heeft geen zin om nog prikkels toe te voegen. Hè. Als die al zo over de rode zijn, heeft het echt geen zin om nog eens met je touw te snokken of nog eens met je zweep te tikken of zelf gefrustreerd te worden. Dat gaat dat paard niet helpen om mentaal rustig te worden. Wat het paard wel gaat helpen, is dat je rustig blijft, dat je zelfzeker bent, dat jij weet wat dat je wilt, dat jij weet waar dat paard naartoe moet, dat jij weet hoe dat hem zijn voeten moet zetten. En dat je je trainingen kort en simpel kunt houden. We moeten die eigenlijk een beetje in hun comfortzone laten en heel voorzichtig pas nieuwe dingen introduceren. Neem hun tijd daarvoor, bouw dat zachtjes op en het heeft ook geen zin om die paarden te laten stilstaan. Hè? Want je ziet, dat zijn bommetjes, dat is die ontploffen voor het minste. Dus als je die gaat proberen om te laten stilstaan, is dat niet nuttig. Dus laat die bewegen. Zorg ervoor dat die voeten ergens naartoe kunnen. Dat die een beetje hun adrenaline kunnen laten wegcijpelen door die beweging. En dat staat dus ook bij de don'ts. Is het niet zo slim om in rechte lijnen te werken, aangezien dat die hun instinct is om weg te lopen. De moment dat je die een rechte lijn geeft, nemen die die. Dat is gewoon een highway to safety, zo gezegd, voor die paarden. En die zetten hun eigen recht op die lijn en die vertrekken. En dan moet jij maar zien dat je erbij kunt blijven, hè? Hopelijk. Wat moet je ook niet per se doen, is om te denken dat je die moet vertragen. Je moet die niet tegenhouden en bedwingen, je moet die gewoon iets anders geven. Wat dat mensen vaak hebben is, doe dit niet, doe dit niet. Maar geef deze paarden, doe dit wel. Van, geef die een opdracht en geef die iets waar ze wel hun energie in kwijt mogen, in plaats van te zeggen dat ze iets niet mogen doen. Je moet die niet te hard in een potje willen steken. Als je die in je glazen bol wilt steken, dan gaat je glazen bol ontploffen. Wat moet je ook doen?
of op letten, is dat als je iets nieuws wilt aanleren, dat je dat heel traag en stap voor stap doet en best maar één ding in één sessie. Ga niet 5 nieuwe dingen proberen aanleren in hetzelfde uur waarmee dat jij met je paard bezig bent in de piste. Die krijgen zo'n overload dat die echt error, 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 error. En dan gaat het daarmee moeten vechten en ondertussen wil je toch nog iets nieuws erin steken en dat paard kan dat niet aan. Je moet dat zien als een hypersensitieve computer. Als je te veel toetsjes in één keer indrukt, dan komt daar rook uit en dan is dat kapot. Dus je mocht die ook niet blijven pushen en blijven forceren, want dat leidt tot gevaarlijke situaties, hè? Je ziet dat hier ook in die piste, heel veel prikkels. Dat is op een demo, veel mensen rondom en er wordt nog gepraat in de microfoon en er loopt er nog één tussen. Dat werkt niet voor die paarden. Dit karakter van dit paard wordt heel vaak ingezet in de racesport. Ja, van die explosieve paarden die daar lopen, lopen, lopen totdat ze dood zijn. Dat paard heeft geen baat bij die sport. Dat paard wordt daar niet gelukkig van. Dat paard wordt niet gebalanceerd. Dat zorgt heel veel stress. Die willen niet in de racesport zitten. Jammer genoeg zijn dat wel de snelste en zijn dat wel de beste om te winnen. Dus daarmee snijden ze in hun eigen vingers. Het doel is om die paarden rustig te krijgen, om die veiligheid te bieden. Die moeten mentaal in balans komen met zichzelf. Je geeft die focus in een oefening en je moet die hun vertrouwen laten groeien in u, in de wereld, in objecten, in bepaalde oefeningen dat ze moeilijk vinden. Moet je daarvoor tijd geven. En op de foto's zie je de kleine pony van Riff, die daar in het begin wel heel extreem right brain extrovert was. Je ziet dat die staart in de lucht, dat hoofd in de lucht rondkrossen. Rief die dat er een beetje aan bengelt. En dan ziet je op hun tweede foto dat dat paard veel beter in balans is. En dat ze er veel mee gewerkt heeft. En dat ze dan bereikt heeft dat dat paard rust vindt en vertrouwen vindt. Dat is een foto in vrijheid. En je merkt dat ook. Dat dat twee uitersten zijn, hè. Dat hangt samen. Er zit ergens een rode draad en er zijn een paar regeltjes die dat elkaar opvolgen. Dat gaan we op het einde nog even voor jullie uitleggen. Maar ik heb dat bij Candy ook heel hard gemerkt, is als hij niet left brain introvert is, dan is hij right brain extrovert. En die schiet van het ene uiterste naar het andere uiterste. Nee, ik doe deze niet. Ik beweeg niet graag. Ik ben liever lui dan moe. En dan heeft ze iets gehoord en ziet ze spoken en dan vliegt ze in het rond. En dan wordt ze weer lui en moe en dan doet ze weer niks en is ze weer aan het eten. Dus als je een paard hebt dat heel hard switcht tussen zijn twee diagonalen, zijn twee uitersten, en je brengt die een beetje naar elkaar, heb je een actief gebalanceerd paard dat graag werkt, dat niet te veel onder de indruk is van alles, en dan krijg je die mooi in samenwerking met u. Dan is het weer aan Rivka, hè? Ja. En dan hebben we nog de laatste. Dus de twee zelfzeker hebben we al besproken, die dat wel en niet graag lopen. Dan de vorige was een zelf onzekere, die dat wel snel beweegt. Maar dan hebben we ook nog de moeilijkste om te lezen en te interpreteren. En dat zijn de onzekere die eigenlijk ook niet echt laten zien dat ze het moeilijk hebben. Die zijn heel snel emotioneel ook, eigenlijk wat de vorige groep, dat Isabel zei, zelfs twee right brain, dus dat komt wat overeen. Maar de D's, die kroppen echt alles op. Dat zijn echt, ik had daar straks al gezegd, zo van die binnenfritters en die emmer die je voelt en die je voelt. En dat, die spanning in dat lijf, dat je... En dat wordt echt erger en erger totdat de bom barst. Maar die zien er wel kalm uit, omdat die gewoon bevriezen en in zichzelf gaan. Keren. Dus ook wat ik daar straks al zei, het lijkt dan dat die uit het niks op hol slagen of ineens deed je dit of dat, maar dat is nooit ineens. Dat zit daar altijd aan te komen, zeker als het zo'n heftige reactie is, tenzij dat uit de vorige groep is, hè, onzeker en beweegt snel, dat, die zien iets en dat is pio, en die zijn weg. Dus ah, hop, lopen. Bij de D's is dat en dat wordt erger en erger. Daarom dat die een beetje onvoorspelbaar zijn, want we zien dat vaak niet. Het is niet dat die paarden echt niet meer bewegen, maar soms is dat gewoon, gelijk bij Snow, die is nu eerder een beetje
introvert als die wat onzeker wordt. Dat komt er allemaal niet meer uitgevlogen, gelijk vroeger. Dat is die witte pony van daarnet. En nu, als die wat onzeker wordt, dan gaat die wat introvert en dan drukt die gewoon haar lippen op elkaar. Dus dan heeft die gewoon zo'n gespannen mond en dat is het enige. En in het begin had ik dat echt niet door, want ik had zoiets van, die is flink, die doet alles, die luistert, ze loopt niet weg, ze doet geen gekke dingen, dus het zal wel goed zijn. En dan kwam de tandarts en die kreeg gewoon die mond niet open, omdat die kaken, die spieren, die waren zo verkrampt van zo lang altijd rond te lopen, van die spanning daar op te bouwen. Dus soms zijn dat echt zo wel heel kleine dingen dat je niet direct ziet. Hè. En die paarden die dat zo onzeker zijn, die houden van, net als de vorige groep, repetitief werk. Dat die echt weten van, ah ja, dat is zo, en dat die daar rust in vinden. Een beetje gelijk mensen met autisme, als die een bepaalde structuur hebben, dat altijd hetzelfde is, vinden die daar rust en zekerheid in. En als alles altijd verandert, dat is om zot van te worden. En dat hebben deze paarden ook. Die willen weten hoe dat in elkaar zit, en dat ze gewoon weten wat er komt, en wat dat ze mogen verwachten. Hebben we daar een filmpje van? Ja, hoor. Een right brain introvert, dat zijn die tijdpontjes. Voilà, dat was het. Okidoki. Dus, heb je ook een beetje een beeld van deze paardjes. En dat vraagt redelijk veel training van je oog om zo van die dingen te herkennen. Wat moet je vooral niet doen en wat kun je vooral wel doen bij deze paarden? Wat dat goed is bij die paarden, is alles heel rustig aandoen. Maar echt heel rustig. Hè? Als die niet reageren, is dat niet omdat die het niet snappen, of omdat ze lui zijn, of dit of dat, maar omdat die onzeker zijn. Die twijfelen, je stelt een vraag en je hebt zoiets van, ik weet het niet, zou ik, is het deze? En als je dan zegt, oh, ik snap het niet, ik ga een beetje duidelijker worden, ik ga mijn druk opdrijven, dan worden die alleen nog maar banger van, oei, 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 ja, nee, ik ga het zelfs niet proberen, ik kan niks doen, ik kan niks doen. En als je dan nog meer hun druk opdrijft, dan hop, dan zijn die weg. Ik heb zo een paardje in training gehad. En daar was dat ook, als je die op de cirkel wou sturen, dan twijfelde die zo'n beetje, dus die bleef eerst staan. En als je dan zou beginnen neerdrijven, om te zeggen, allee, hop, hop, vertrek, dan vertrekt hij in draaf of in galop of ging er gewoon vandoor. En het enige wat dat paard nodig had, was tijd. Dus ik heb die uitgenodigd voor op de cirkel te gaan. Ik heb tot 5 geteld en tegen dat ik aan 4 zat, begon ze rustig op de cirkel te stappen. Maar die paarden moeten gewoon tijd krijgen. En veel tijd. En zeker bij nieuwe dingen. Dus zelf heel zacht zijn. Eigenlijk hebben die paarden geen fase 4 nodig. Over fases gaan we het nog hebben in de psychologie ook in de jaaropleiding, als je niet weet wat ik daarmee bedoel. Maar die hebben niet veel druk nodig, want dan klappen die gewoon helemaal dicht. En je moet consistent zijn. Echt consequent. A is altijd A. Dat is niet vandaag A, morgen B, overmorgen C en dan ineens terug A. Die paarden hebben echt een structuur nodig, wat ik daar straks al zei, dat je altijd dezelfde taal spreekt. Dat je altijd hetzelfde vraagt en hetzelfde verwacht. Je mocht die ook niet straffen als die gekke dingen doen, want ja, je kunt je wel inbeelden dat een bang paard, waar dat je boos op wordt, die gaan niet minder bang worden daarvan. Hè. Dat wordt alleen maar erger. Dan zijn ze en bang van de wereld en ook nog eens van u, want jij bent even eng als de rest van de wereld. Dus dat is niet wat je bij die paarden moet doen. Die paarden bouwen ook
vaak, hè, wat ik daar straks al zei, lang spanning op. Ik heb zo ook een paardje getraind voor iemand, ik ben er nog altijd mee aan het werken, en die had een probleem met benen. Dat was de eerste versie dat ik te horen kreeg. Want van het moment dat je benen gaf, ging hij er vandoor. Maar wat was het probleem dan? Ik heb dat paard dan een keer vastgepakt, daarmee gewerkt de eerste keer, en al bij de onderlegger, als ik de onderlegger nog maar vastnam om op te leggen, dan zag je al dat die mond zo wat opeen geperst werd en dat hij al spanning opbouwde. Dus wat er daar gebeurt, die onderlegger bracht een beetje spanning, dat zadel bracht nog meer spanning, maar dat paard stond gewoon stil ondertussen. Dan ze daar gaan opzitten, nog meer spanning. En dan, als je die in beweging wilt steken, dan komt al die spanning eruit. Dus het probleem was niet uw been. Het probleem was eigenlijk al de onderlegger en het opzadelen en het opstappen, maar het kwam er pas uit als je been aanlegde. Dus dat is een groot verschil. Waar wil je die paarden naartoe brengen? Wat is het doel van deze paarden? Staat in de volgende dia. Het doel, hier is dat paardje, Sam is een onderlegger, zijn probleem. Dat is deze. Deze is een van de eerste ritten op die foto, dat ik in mijn touwhalstertje terug aan het inrijden ben, waar dat ik overal en heel veel aan het bewegen, na alles wat ik doe, en een onderlegger, bewegen, het zadel erop, bewegen, zodat altijd die spanning er terug uit kan, onmiddellijk, en dat ik dat niet allemaal laat opbouwen tot als ik erop zit en in beweging steek. Dus je wilt die vertrouwen geven in u, in de wereld, en ook in zichzelf. Die paarden moeten niet gewoon leren om niet bang te zijn van een zeil en niet bang te zijn van een boom. Die moeten snappen dat ze wat zelfzekerder mogen zijn en wat steviger in hun schoenen staan. En ook vooral dat ze altijd bij u terecht kunnen. En dat jij het gezien hebt wanneer dat ze onzeker zijn. Dat jij het weet wanneer dat hij het moeilijk heeft ergens. En dat je daar gepast op kunt reageren. Die paarden die zijn heel geschikt. Dat is niet het enige wat die goed kunnen, hè. Maar die zijn heel geschikt voor een dressuursport. Waarom? Dat is altijd hetzelfde. Je proefje, je figuren in een pist. Daar zit veel herhaling in, wat dat die paarden heel veel houvast en zekerheid. Heb ik alles gezegd dat ik moest zeggen? Denk het wel. Doet jij verder, Isabel? Ik zal het mooi afronden, sorry. Dus we zijn begonnen met dat tekeningetje met ons stout en ons zot en ons lui en ons onvoorstelbaar paard. Dat is eigenlijk wanneer ze in hun uiterste en hun extreme zitten, noemen we dat. Wanneer ze helemaal ongebalanceerd zijn. Die hokjes, je ziet dat, die zijn open. Dus we willen dat ons paard kan bewegen over de assen heen en van alles een klein beetje krijgt. En het doel is dan eigenlijk dat je van je stout paard een paard maakt dat vraagt van oké, let's do this. En een beetje show. En ze doen het graag en ze worden heel werkwillig en ze gaan ervoor en ze smijten zich er helemaal in. Maar het is wel uw verhaal en ze doen lekker mee. Dan heb je van die crazy paardjes, wil je eigenlijk bereiken dat ze de rust vinden en kalmte en hun vertrouwen vinden. En dus eigenlijk op hun gemak met u kunnen werken. Wat dat je dan wilt van die luie, koppige paarden, is dat we die eigenlijk een beetje in beweging gaan kunnen zetten, wat gemotiveerd gaan krijgen en dat die eigenlijk vragen, groovy cookie. Dat ze mogen stilstaan, of een krabbeltje, of weet ik veel. En je gaat die uitdagen, alles wordt één groot spel. En met ons onvoorspelbare tikkende tijdbommetjes en opkroppers, daar willen we eigenlijk paarden van maken die dat denken, oké, take it easy, go with the flow, die dat hun rust vinden en hun vertrouwen vinden in de wereld en in hun eigenaar en in wat dat ze moeten doen. En ik denk dat we hier nog onze paardenkarakters hebben. Iets een opmerking is, heel veel stress zorgt er eigenlijk voor dat ze van het thema dat ze in hun kernwaarden zijn. Dus als je bijvoorbeeld een left brain introvert hebt in zijn kernwaarden, in zijn rust, in zijn aangeboren karakter, onder heel veel stress komen die in het diagonaal tegenovergestelde. Dus je hebt hier een soort van vierkant. Je zit met een left brain introvert, links van onder. En onder heel veel stress gaat hij naar crazy. Dat is volgens het boekje. Je hebt altijd uitzonderingen. Je hebt altijd paarden die dan nog eens schuin oversteken en terug naar beneden zakken of zo. Dus de bedoeling is dat je eigenlijk alles continu gaat evalueren wat dat er ter plaatse aanwezig is. Ga kijken wat overheerst er. Is er angst dat overheerst? Is er verwarring dat overheerst?
Of is er te veel leiderschap dat er mist? Hè? Dus een reden om niet te luisteren is één van die drie. Dus je zit met angst en verwarring als ze onzeker zijn. En als ze heel zeker zijn, dan kun je ook nog eens kijken of dat er dan niet. Ik ben aan het praten, maar Riva hoofd staat er nog op. Dat is geen probleem. Merci, Nathalie. Al goed dat ik af en toe in de chatbox kijk. Riva is aan het kijken. La la la. Dus dat is eigenlijk nog een as die je moet bekijken op je moment zelf. Hè? Waar zit ik mee? Zit ik met angst? Zit ik met verwarring? Zit ik met ene dat ik moet uitdagen of motiveren? Hè? Dat is dat woord dominantie dan weer. Dat hangt ervan af of dat je leiderschap getest moet worden of niet. En wat is nu eigenlijk de reden waardoor dat ze niet luisteren? En heel goed opletten met die veel te veel stress. Heel goed bekijken van. Wat zorgt er voor mijn paard onder stress en wat zorgt voor zijn reactie? En daar wou we eigenlijk mee afronden, dat je al een beeld hebt van welke type paarden dat je hebt. Ik vroeg mij tijdens de presentatie eigenlijk af of dat jullie misschien uw eigen paard al hebben herkend in een van de karaktertypes. Ik ben daar gewoon super nieuwsgierig naar en ik kan geloven dat Rief dat ook wel een beetje is. Om jullie even terug een beetje wakker te maken en actief te doen nadenken over hetgeen wat we juist verteld hebben. Ik heb Nathalie al op een bepaald moment zien typen van, oh ja, dat is Rosse. Dus die heeft haar paard al herkend, maar wie heeft zijn paard in een ander type herkend? Of in een of ander uiterste? En als je daar even over hebt nagedacht, dan mocht je daarna al je vragen stellen en gaan wij proberen daarop te antwoorden. Als je een specifieke vraag hebt voor mij of voor Rief individueel, tik dan even haar naam erbij, dan kan ik haar laten antwoorden. Ja, en dan zijn we er nog even voor jullie. Hè. Daarom doen we deze live-sessie. Dat is om te antwoorden op jullie vragen. En ik hoop dat jullie veel geleerd hebben over de paardenkarakters en over wat dat de jaaropleiding jullie te bieden heeft. Als Rief nog graag iets wilt zeggen, dan mag ze even dat zeggen tegen mij. Dan kan ik haar terug omhoog beamen. Oké, ze zegt dat alles oké is. Dus dan wacht ik nog even op jullie vragen. En als er geen zijn, dan mocht zij ook gewoon zeggen van nee, alles is oké, want dan weten we wanneer dat we kunnen afronden. En dat we hier niet met z'n twintigen naar elkaar liggen staren en zo. Allee, dat is niet nuttig, hè? Dus voilà, dan is het nu aan jullie. Wij hebben ons praatje gedaan. Ik vind dat super spannend om te zien of jullie nu iets gaan reageren of niet. Ik hoop dat alles duidelijk was, hè? Want ik kan mij wel inbeelden dat als je zo'n PowerPoint over u krijgt. Nathalie zegt alles is ook. Die zien mij regelmatig op stal. Dus die zegt, ik zal ze wel stellen als ik ze nog heb. Wesley zegt dat alles top is. Oké, dat is keigoed. Die heeft alles begrepen. Die kan al met een goed begin, met een basis aan de jaaropleiding beginnen. Op de eerste dag gaan we vragen, en welk karaktertype is dat? Voor iedereen die dat hier aanwezig was, hè, op de infoavond. Ik ga jullie een beetje uitdagen. Hè. Goed. Dan denk ik dat iedereen wel de tijd heeft gehad om na te denken. Ik weet niet, wilt Rief misschien nog iets vertellen voordat we afsluiten of nog iets laten weten? Denk eraan, als je inschrijft voor 30 april, dan krijg je wel een gratis les van ons, hè. Dat is dan praktijk, hè? In de plaats van theorie. Hopelijk is die corona dan voorbij. Charlotte zegt: Rief, klopt het als ik denk dat heroïne bij de right brain extrovert is? Ja, klopt. Klopt. Ah ja, ik ben een deel. Ja, klopt. Sorry, ik had het niet door, ik was de dingen aan het lezen. Ja, Charlotte, inderdaad, Erwin is eerder zo wat geneigd om naar right brain extrovert te gaan. Dat is inderdaad zo. En Wesley zegt, Callisto is extrovert en good luck. Ah, ik ben al benieuwd en kijk er naar uit om al de paardjes te leren kennen van onze jaaropleiding. Melissa vraagt, wat moet je paard kunnen voor de opleiding? Uw paard moet niks kunnen. De jaaropleiding die nu bezig is, daar zit zelfs een paard bij dat nog niet zadelmak is. Dus die zijn dat samen aan het leren nu, door de opleiding, ook wel door privélessen, want je kunt je paard niet enkel en alleen in een jaaropleiding zadelmak maken, omdat daar
heel veel andere mensen bij zijn en dat vergt toch wel wat focus en wat aandacht. Maar wij doen alle voorbereidingen en teugelhulpen en beenhulpen installeren wij allemaal in het grondwerk. Communicatie, vertrouwen bouwen wij allemaal op. En hij kan zelf ook niet rijden, dus paard is niet zadelmak, hij kan niet rijden, maar dat is allemaal geen probleem. Wij zorgen dat iedereen kan meedoen als er bepaalde oefeningen zijn dat je niet kunt meedoen omdat je paard iets niet kan of fysiek een beperking heeft. We houden daar allemaal rekening mee, hè. Dus je moet daar niet mee inzitten, je paard moet niks kunnen, jij moet ook niks kunnen, je moet gewoon willen en je best doen, dat is alles. Of ik nog iets zou zeggen? Ah ja, ik wou nog iets zeggen. Als je een beetje meer wilt te weten komen over mij en Isabel en hoe dat wij werken, kun je een keer gaan kijken op onze website en op onze Facebookpagina. Wij hebben, allee, ik het toch al, maar ik denk Isabel ook, online filmpjes. Je hebt dat ook, Isabel, of niet? Ja. Ja, we hebben alle twee op onze site instructiefilmpjes. Dus dan kun je een keer gaan piepen. Over hoe dat wij alles aanpakken. Je kunt een keer naar foto's kijken, dat je ons aan het werk ziet, hoe dat wij met ons paard werken. En als je verder nog vragen hebt, moet je zeker niet aarzelen om contact op te nemen met een van ons tweeën. Yay! Ik ben blij dat het redelijk vlot verlopen is. Ik hoop dat jullie dezelfde ervaring hebben gehad. Als je feedback hebt... Jullie zitten in Antwerpen. Hoe zijn de dames in Oostburg? Wel, de dames in Oostburg zijn een man en een vrouw. Dus je hebt daar Cindy als instructeur en je hebt Steven als instructeur. Die hebben ook allebei een site. Je kunt via de pagina van Horseman's Paradise alle instructeurs bekijken. Als je naar die hun site gaat, dan zie je ons daar normaal gezien ook allemaal op staan. En dan kun je zo kijken dat de collega's in Oostburg ook hun eigen site hebben. En die geven dezelfde cursus, hè? Dus die papieren cursus dat je krijgt, hebben wij met z'n allen gemaakt, hè? Dus dat is volledig hetzelfde. Dus daar moet je geen schrik voor hebben dat je dan dingen gaat missen die dat wij nu aan jullie verteld hebben, die dat ze niet gaan vertellen. Normaal gezien is de golden draad hetzelfde. Wat dat je wel hebt, is dat ieder zijn eigen specialisatie heeft. De datums zijn niet hetzelfde. Nee. Die hebben hun eigen data mogen bepalen en mogen regelen met hun locatie daar. Dus die gaan niet altijd hetzelfde zijn. Die hebben ook een link, hoor. Ina, als je wilt, dan stuur ik die link van hun jaaropleiding ook wel eens een keer door. En kun je eens kijken hoe dat daar in elkaar zit. Hè, voor te beslissen waar dat je naartoe gaat. Ik ging nog iets zeggen, ik ben het vergeten. Damn it. Ah ja, als je feedback hebt over de manier van lesgeven via het online webinar, als je zegt van we vinden dat niet aangenaam dat je de hele tijd wisselt van pratend hoofd, of het is jammer dat we alleen de PowerPoint niet kunnen zien of weet ik veel wat, dan mag je daar ook altijd feedback over geven, want wij zijn natuurlijk in deze omstandigheden op zoek naar de meest aangename manier om toch informatie in de wereld te krijgen en mensen toch aan de slag te houden met hun paard. En ik denk dat Rief en ik nu wel al een beetje geëxperimenteerd hebben met dit programma, maar als het nog beter kan volgens jullie, alsjeblieft, zeg dat even en laat dat weten wat dat jullie ervan vonden en van denken, want dan kunnen wij daar ook natuurlijk de nodige aanpassingen voor maken, hè. Zeker met corona, als we niet face-to-face tegen mensen kunnen praten, is dat niet gemakkelijk om nog lessen te geven. En we willen toch allemaal graag dat iedereen met zijn paard kan blijven oefenen, mits ondersteuning. Voilà, dan gaan we afsluiten, denk ik. En mochten er nog vragen in uw hoofd opploppen, nu of morgen, of in de loop van de week, of als je iets met je paard gedaan hebt, stuur alsjeblieft een mailtje. Als je ergens mee diep in de problemen zit, wacht alsjeblieft niet op de jaaropleiding en wacht alsjeblieft ook niet tot wij een privéles kunnen komen geven naast de corona. Dat zal voor Rief ook wel gelden. Stuur gewoon een filmpje. Vraag onze feedback. En we zullen dan allebei wel bekijken hoe dat we jullie al met een aantal tips of zo kunnen verder helpen. We zijn er nog. Iedereen is nog in goede gezondheid. Zolang dat je naar je paard kunt gaan, kun je blijven werken en oefenen en blijven uitdagingen zoeken.
ik denk dat Rif ook wel open staat voor het geven van feedback hier en daar op mini-filmpjes van een minuut of twee. Ik ga ze even in beeld zetten, dan kan ze zeggen wat ze denkt. Ja, dat is waar. Ik vraag dat ook altijd aan mijn studenten, mensen die dat lessen volgen bij mij. Ik ben altijd blij als ik filmpjes krijg, want dan zie ik dat mensen gemotiveerd zijn, dat ze aan de slag gaan met hun paard en dat ze er niet alleen mee bezig zijn als ik er ben, maar dat ze er zelf ook echt mee bezig zijn. En ook, bekijk dat filmpje zelf een keer. Want heel vaak ben je niet bewust van dingen dat je doet. En als ik dan een filmpje wil maken om door te sturen naar mijn instructrice en bekijk dat, dan denk ik, oh my god, ja, natuurlijk werkt dat niet. En dan zie ik al wat voor gekke dingen dat ik aan het uitsteken ben. Dus als je sukkelt of zo, filmt jezelf, kijk naar jezelf. En als je er niet uitkomt, zijn wij zeer blij om je verder te helpen en naar je filmpje te kijken. Voilà. Oké, dan gaan wij afsluiten. Dan gaan wij de webinar stopzetten. En dan kan iedereen lekker gaan eten en zijn een avond gezellig verder zitten. Goed, veel succes en hopelijk tot snel, hè.